Goedemorgen allemaal. Vandaag is de eerste dag van mijn tweede week van Weight Watchers. En ik heb er best wel veel zin in. Vanochtend had ik mijn weegmoment en stiekem had ik vorige week al een paar keer gewogen. Maar ik was natuurlijk heel erg benieuwd. Ik ben in totaal 1,2 kilo afgevallen, dus dat is echt super netjes. Ik ben eigenlijk sinds vorige week maandag pas begonnen met Weight Watchers. Maar eigenlijk het weekend daarvoor ben ik ook al een beetje gaan opletten op wat ik allemaal at. Dus ja, ik vind het, ja, als het alleen maar naar beneden gaat, maakt me niet zoveel uit hoeveel, dan ben ik al blij. En ik merk ook wel dat ik een beetje aan het afkicken ben van het suiker volgens mij. Want ik eet wel veel minder koekjes 's avonds en veel minder suiker. Dus ik ben wat moe, misschien dat jullie dat wel herkennen. Ja, als jullie dit ook hebben gedaan of minder suiker, bijvoorbeeld de suikervrije maand of weet ik veel. Ik merk wel dat ik moe ben. Maar we gaan er weer tegenaan. Ik heb net mijn ontbijtje gemaakt. Kwark met een heel klein beetje muesli en aardbeidjes. Koffie en een stukje bananenbrood die ik gisteravond heb gebakken. En ja, dan ga ik straks weer naar kantoor richting Amsterdam. En vanavond ga ik citykick doen met mijn trouwe sportbuddy. En dan, vandaag wel een prima dagje. Niet zo heel erg druk. Lunch! Twee sneetjes roggebrood. Oh, even scherp zetten. Twee sneetjes roggebrood. Op elk sneetje twee plakjes kalkoenfilet, huttenkees, een beetje peper en zout en bieslook. Bon appétit! Ik ben nu onderweg naar de pop-up store van Jogga. En ik ben heel erg benieuwd wat voor collectie ze allemaal heeft hangen. Het is in de negen straatjes in de Huidenstraat. Ik heb niet echt een idee tot wanneer deze pop-up store er is, zal ik zo meteen eventjes vragen. En dan moet je echt zeker eventjes gaan kijken. Goedemorgen meiden. Na eigenlijk het event ben ik gaan sporten gisteravond en ik was zo echt super moe. Little bit of a mental breakdown. Ik was echt te moe voor woorden. Dus ik heb heel snel een soepje naar achter gewerkt. En toen ben ik meteen eigenlijk in bed beland. Dus ik heb niet echt meer gevlogd. Maar vandaag weer een nieuwe dag. Rise and shine. En we gaan er maar weer voor. Nanenbroodje. Koffie. En mijn snacks voor vanmiddag. Een banaantje. Cherry tomaatjes. En wortels. En nu langzaam mijn computertje aan het opstarten met Girlsin. Goedemorgen, het is woensdag en het is Koningsdag. En het is echt super veel, super slecht weer. Dus ik blijf vandaag lekker binnen. Gisteravond een drankje gedaan in de stad. En nu eigenlijk eventjes wat rustiger aan. Gisteravond had ik een beetje mijn cheat day ingelast. En net heb ik een wrap gegeten met Philadelphia Light runderrookvlees. En nu ben ik... Ik ga hem even omdraaien. Oei. Ik kreeg van Koopmans een nieuwe cake binnen. En het schijnt een, te bereiden zonder boter. Dus ik heb meteen eventjes gekeken hoeveel punten dit is. En volgens mij was het 4 punten, dus super weinig. Het is een yoghurtcake. Het enige wat je hoeft te doen is magere yoghurt. 3 eieren en gewoon de rest erin doen. Oh ja, en wat bloem voor het bestuiven van de cake. Nou, that's it. Nou, Kit kan de was doen. Dus dat ga ik vandaag eventjes doen. En verder ga ik inpakken, want we zijn echt druk met verhuizen. En over een maandje dan moet ons hele huis leeg zijn. Dus daar ga ik vandaag mee verder. En verder een beetje rustige dag. Oh, en ik ga vanavond zoete aardappelstamp opmaken met twee zoete aardappels en een bloemkool. En schnitzels, my favorite. Dus dat eigenlijk. Het is donderdag en ik heb niet zo heel erg veel zin om echt heel goed te ontbijten. Dus ik heb een klein bakje met allemaal aardbeidjes erin om de dag te beginnen. En vandaag is best wel een rustige dag. Het is de dag naar Koningsdag. Dus op kantoor wordt het best wel rustig. Ik heb mijn eten meegenomen. Een beetje leftovers van gisteravond. En ja, dat was het weer. Ik loop nu naar kantoor. En ik mag van mezelf zeker per week een koffietje halen. En dat haal ik bij mijn trouwe buurman, Gary's Daily. En als je voor 9:30 komt, dan kost een kleine koffie 1 euro en een grote 2 euro. Zeker een aanrader als je in de buurt van de Kikkerstraat bent. Lunch! Dit ziet er echt zo niet lekker uit, maar het is wel echt heel erg lekker. Dus gepureerde bloemkool met mosterd en een beetje melk.
Het is vrijdagavond en ik ben nu bij Absolute Yoga Amsterdam. Ik ga vanavond een lesje Hot Pilates doen. Samen met Emmy van Girlscene en met Klaartje van Foodness.nl. En ik ben eigenlijk stiekem een beetje te vroeg. Dus ik ga hem zo omkleden en dan ga ik alvast lekker acclimatiseren in de fucking hete ruimte. Ik heb er heel veel zin in. Het is altijd wel echt een goed begin van je weekend. En ja, het is ook een workout. Dus als ik dit vanavond heb gedaan, heb ik 3 keer gedaan deze week. Goedemorgen, het is zaterdag en dit is mijn ontbijtje. Weer de helft magere kwark en de andere helft persik magere kwark. En ik heb er een banaantje in gedaan en 15 gram proteïne muesli. Dat is mijn ontbijtje. Smoothie! Goedemorgen meiden, het is zondag en vandaag begin ik altijd, tenminste elke ochtend begin ik met het openen van de app. Zoals je ziet staat er dagelijks resterend 30 en dat betekent dat ik 30 punten voor vandaag heb en elke dag eigenlijk. 27 wekelijks resterend. Ik moet zeggen dat ik me namelijk eventjes in moet verdiepen wat het precies betekent. Mocht je dat weten, laat vooral onder de video weten wat dat allemaal betekent. En dan heb ik 48 active points van deze week al verdiend. Ik heb er 6 per dag ingesteld en dan probeer ik gewoon aan te komen. Oh, scherp je wel uit. Maar ja, en daar kom ik eigenlijk tot nu toe eigenlijk altijd wel aan. En dat is meer voor jezelf een beetje bewustwording dat je gewoon wel genoeg beweegt op een dag. Dus als je ziet dat je net niet genoeg hebt bewogen, dan moet je gewoon nog even extra workout inlassen. Of misschien wat buikspieren doen of net even wat meer gaan wandelen. En ja, ik begin zo mijn dag. Het is zondag en dit is mijn lunch. 2 sneetjes bruinbrood, 2 plakjes ham en 1 ei, een heel volledig ei en 1 eiwit. En dan met peper en zout, een beetje Italiaanse kruiden en bosui. Yummy! In my tummy. Een burger zonder broodje. Pulled pork burger. En watjes. Hey allemaal, het is zondagavond en mijn tweede week zit erop. Ik ben net naar Effen geweest, dat is een restaurant in Leiden. En toen heb ik een lekker hamburger gegeten zonder broodje, maar wel met wedges erbij. Want ik dacht, oké, het kan niet en. Dus ik heb een keuze gemaakt en toen had ik van die aardappel wedges erbij. En ik heb vandaag weer netjes mijn 30 punten behaald. En ja, morgen weer een nieuwe week, maar ook weer een weegmoment. En stiekem ben ik wel een beetje bang hoe dat weegmoment eruit gaat zien. Aangezien ik deze week wel 2 keer ben gaan uiteten. En natuurlijk Koningsdag en nacht erbij. Dus niet echt een hele optimale week qua Weight Watchers, like, punten tellen en gewoon echt gezond doen. Dus als ik hetzelfde ben gebleven qua gewicht ben ik al super blij. Mocht ik iets zijn afgevallen, denk ik niet. Dan ben ik natuurlijk nog blijer. Maar ik hoop niet dat ik iets ben aangekomen en anders is dat wel te verklaren. Nou ja, dit was in ieder geval mijn tweede week weer in de vlog. Ik hoop dat jullie de vlog leuk vinden en mocht je tips hebben wat ik nog meer kan filmen of waar jullie benieuwd naar zijn, laat het dan vooral hieronder weten. Dan weet ik ook gewoon waar ik op kan letten bij de volgende vlogs en hoe ik hem nog leuker kan maken voor jullie. En voor nu, duimpjes omhoog als je deze vlog leuk vindt. Vergeet je ook niet te abonneren op ons YouTube kanaal, want elke donderdag en zondag zie je een nieuwe video. En nu in dit geval dan ook de zaterdag. En dan zie ik jou gewoon weer de volgende keer. Doei doei! Dat snap ik, was bijna terug. Oké. Maar dat is straks raden hoeveel we erin hebben.